Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en in deze video ga ik je alles uitleggen hoe je rich snippets krijgt voor een lokale website door structured data goed toe te passen op je website. Ik ga je precies uitleggen wat structured data en rich snippets precies is en waarom het zo ontzettend belangrijk is voor je lokale website. En daarna ga ik de drie belangrijkste soorten structured data uitleggen en ik ga je precies vertellen hoe je dit toepast op je website. Het is namelijk heel eenvoudig. Nou, rich snippets betekent, als vertaald, is het een verrijkt zoekresultaat en het betekent eigenlijk dat je, zoals je hier kan zien, extra informatie hebt in je zoekresultaat. En misschien de meest bekende zijn wel de sterren die een beoordeling geven van een pagina of van een specifiek product. En een rich snippet zorgt er niet alleen voor dat je resultaat eigenlijk langer is, maar ook dat het meer opvalt. En ik heb het in een andere video al uitgelegd, dat wanneer je deze sterren hebt, je tot wel 35% meer klikken kan krijgen op precies hetzelfde resultaat, zonder dat je daar iets extra voor hoeft te doen. En alles wat ervoor zorgt dat jouw resultaat groter wordt of meer opvalt, is natuurlijk altijd goed, want dat zorgt voor meer klikken. En rich snippets krijgen in Google, dat doe je door jouw structured data toe te voegen aan je website. En structured data is niks anders dan dat je bepaalde gegevens van de website pakt, en je geeft die een speciale tag en je benoemt die specifiek, zodat Google ook snapt wat je bedoelt en het kan weergeven in de website. Voor de lokale websites zijn er eigenlijk een paar belangrijk. Je bedrijfsgegevens, want als je gevestigd bent op een bepaalde locatie, dan is het heel verstandig dat Google heel duidelijk weet dat je gevestigd bent op die locatie. Dat helpt heel erg met je lokale vindbaarheid. Je hebt ook het embedden van je Google Maps resultaten, dus dat die op een website getoond worden. Je hebt de reviews die je per pagina kan instellen. En mocht je lokaal producten verkopen, kan je ook een prijs of een voorraad weergeven. Maar deze drie zijn het allerbelangrijkste. En ik zal van de bovenste even laten zien hoe dat werkt. Want het toevoegen van structured data is echt heel makkelijk. Je gaat namelijk naar de website schema.org. En op die website vind je alles. Elk stukje structured data wat je wil hebben, staat hier precies uitgelegd. Dus ik heb hier één voorbeeld gepakt van de bedrijfsgegevens. En dit doe je doorgaans in de footer van je website. Mocht je niet goed weten wat een footer is, als dit je website is en je hebt daar het logo, dan zit je footer altijd onderin. En dit is een voorbeeld van je gegevens zonder markup, dus zonder structured data toegevoegd. En dan staat er bijvoorbeeld Google Inc., je postbusnummer, je adres en je land. Als je dat met structured data toevoegt, dus in dit geval met microdata, dit zijn eigenlijk drie vormen waarop je hetzelfde kan toevoegen, dan wordt het volgende toegevoegd. Namelijk hier zeg je, ik maak gebruik van schema.org postal address en dan is de naam Google Inc. Het postcode of de postbus is 1234, het adres staat hier. De regio staat hier, de postcode staat daar en het land staat hier. Dus het zijn precies dezelfde gegevens, alleen je zet er eigenlijk een klein stukje voor, zodat Google beter snapt wat dit precies inhoudt. En dat alleen helpt je om lokaal gevonden te worden, omdat Google dus beter snapt waar je bedrijf precies bevestigd is. En het zorgt ervoor dat jouw resultaten meer opvallen. En dat zorgt weer voor meer klikken, ook al sta je niet per se bovenaan. Een hele simpele manier om meer te halen uit alle content en alle pagina's die je toch al aan het maken bent. Dat is het. Meer is er niet nodig. Ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Heb je nog vragen of heb je nog opmerkingen? Laat dan een comment achter in de YouTube of op het blog en dan krijg je van mij antwoord. En anders wens ik je heel veel succes met deze simpele toevoeging op je website en je zal zien dat dit meteen gaat zorgen voor meer verkeer naar jouw website. In de volgende video van onze lokale SEO-reeks gaan we het hebben over hoe je ervoor zorgt dat jouw lokale website zo snel mogelijk en zo goed mogelijk geïndexeerd wordt door Google en geïndexeerd blijft. Ik zie je graag bij de volgende video.